Welkom bij een nieuwe video en je ziet het, de sfeer zit nog steeds lekker in. Kerstboom in de hoek, daarnaast Bailey op de bank. Wij hier op de stoel omdat Bailey op de bank ligt. Maar ik heb in ieder geval mijn hele ochtendroutine gehad. We hebben ook al gesport en dan sluiten we de ochtendroutine altijd af met een kopje decaf koffie. Koffie. Maar daarnaast nemen we ook altijd één blokje en soms ook twee van die 75% cacao chocolade. Een soort van ontbijt hebben we altijd een beetje bij de koffie. En het is wel een beetje een feit dat wanneer je dit combineert met koffie, het allebei gewoon lekkerder is. Dus dit gaan we in ieder geval even drinken. En vind je nou zo meteen een leuke video, vergeet even een like achterlaten en dan beginnen we de video. In de laatste weken heb ik zelf even een paar nachten gehad dat ik echt wat minder goed had geslapen. Ik weet niet of het kwam door wat stress of door drukte, maar ik merkte gewoon echt dat ik wat minder goed in slaap viel. Dat ik over de nacht heen vaker wakker was. En dat ga je echt wel merken aan je energie, aan je focus en hoeveel je in de dagen gedaan krijgt. Maar vannacht echt de beste nacht sinds echt weken gehad. Daarnaast ook een van de beste trainingen gehad sinds de laatste weken. Dus dan voel je ook weer gewoon helemaal klaar. En ik hoop gewoon dat het nu ook weer lekker in die flow blijft gaan. Maar weet in ieder geval dat ook ik heb al dat ik jaren focus op zowel het slapen als sport en alles en nog wat. Maar ook ik heb periodes dat het niet allemaal gaat volgens het boekje. En dat kan soms gebeuren. Het enige wat wij kunnen doen is gewoon focussen op waar je wel invloed op hebt. En erop vertrouwen dat je gewoon weer terug in die flow komt. En ik heb vanochtend dus al een benentraining met Renske gedaan om 7 uur in de ochtend. En die hebben we ook gefilmd. Dus nu ik zelf een protein brownie ga eten voor na het sporten nog om het eiwitten binnen te krijgen, ga ik jullie de beelden laten zien van de workout. Hey, Tom hier vanuit de toekomst, want ik had deze video namelijk een week geleden gefilmd en het gaat zo meteen ook over tips met trainen in de sportschool. Maar ja, nu zijn gisteren de sportscholen dichtgegaan, dus dacht ik, oké, deze video is misschien iets minder relevant, maar weet dat je de tips natuurlijk ook kan toepassen wanneer je buiten gaat trainen of wanneer je juist thuis aan het trainen bent. Dus dat wilde ik even zeggen. Het gaat allemaal over specifieke dingen in de sportschool, maar natuurlijk kan je dat ook toepassen op wat voor trainmanier jij nu ook bezig bent. En omdat iedereen misschien een beetje gedemotiveerd is dat weer de sportscholen dicht zijn en het natuurlijk lastiger is om die flow met sporten en met voeding vast te houden en vooral natuurlijk in december maand, heb ik bedacht om een gratis trainingsschema te maken die je thuis kan uitvoeren. Eén variant met alleen je lichaamsgewicht en één variant met dumbbell oefeningen en daarbij ook nog wat aanvullende tips. Ik heb net echt letterlijk in elkaar geflanst zodat mensen daar zo meteen toch nog wat aan kunnen hebben en die wil ik ook gaan meegeven vanuit deze YouTube video. Dus wanneer je nou een thuistrainingsschema wilt ontvangen die je gewoon nu kan volgen nu de sportscholen natuurlijk nog dicht zijn en we weten niet of het 9 januari echt allemaal weer open kan natuurlijk, dan kan je naar mijn Instagram toe gaan en kan je me DM'en met thuistrainen en dan stuur ik het schema naar je toe. Dus dan gaan we nu naar de tips voor in de sportschool, maar die kan je dus ook buiten de sportschool omdoen. Dus dat was de benentraining en dan wil ik het nu even gaan hebben over hoe je effectief kan trainen voor meer spiermassa en een fit lichaam zonder dat het je veel tijd gaat kosten. Want ik denk dat veel van jullie ook denken van ja, voor jou is het makkelijk, want jouw werk draait om sport en gezondheid, dus jij kan vast wel elke dag in een sportschool staan. De waarheid is, de laatste 2 jaar denk ik, heb ik steeds minder tijd, ben ik steeds meer aan het werken en moet ik mijn trainingen net wat efficiënter indelen om gewoon effectief te blijven trainen, maar daarbij dat ik zo min mogelijk tijd eraan kwijt ben. Dus zelf train ik op het moment 5 uur in de week en dat is dus 5 keer 1 uur in de week. En dat gezegd hebbende, ik train natuurlijk ook al jarenlang, dat betekent
betekent dus niet dat jij ook 5 keer in de week in een sportschool moet staan. Maar voor mij werkt het in ieder geval heel erg goed dat ik elke ochtend even 1 uur sport. En dat ik daarna ook veel meer met meer energie en met meer focus de dag doorloop. Dus in de training doe ik wel een paar dingen om ervoor te zorgen dat ik ook binnen 1 uur klaar ben. En dat kan natuurlijk heel erg helpen wanneer jij niet te lang wilt trainen. Of wanneer jij maar 1 uur kan reserveren en daardoor dus ook daarin klaar moet zijn. In ieder geval 3 hoofdtips geven hoe je zo snel mogelijk en efficiënt kan trainen. Terwijl je wel natuurlijk ideaal progressie maakt. Het eerste wat je kan doen is dat je echt focust op de compound oefeningen. Ofwel de oefeningen waarbij je meerdere spiergroepen tegelijk aanspreekt. Want op zo'n manier kan je ook gewoon heel efficiënt je hele lichaam trainen. Of de spiergroepen die jij wilt trainen, zoals de beenspieren die ik net heb getraind. Je beenspieren zijn natuurlijk de allergrootste spiergroepen. En dan is het gewoon veel efficiënter om bijvoorbeeld een leg press te doen of een deadlift variatie. Zodat je gewoon meerdere spiergroepen in 1 oefening traint. En daarmee ook gewoon sneller en effectiever je hele lichaam traint. Natuurlijk is het ook heel erg belangrijk dat je spiergroepen wel de aandacht geeft die je wilt. Dus je kan het altijd aanvullen met isolatieoefeningen. Maar wanneer je vooral focust op de compound oefeningen, kan je daarin ook meer progressie maken. Omdat je ook zwaardere gewichten kan tillen. En uiteindelijk is progressie het allerbelangrijkste bij het opbouwen van spiermassa. En gaat het niet om honderden of duizenden oefeningen doen in een week of in een maand. Maar gaat het om dezelfde oefeningen blijven doen om progress te blijven maken. En natuurlijk na een paar weken of maanden kan je dat weer afwisselen. Het tweede wat ik altijd doe, elke training, dat zag je waarschijnlijk net ook in de benentraining naar voren komen. En dat is dat ik supersets doe. En dit betekent dat ik eigenlijk 2 oefeningen combineer en daarbij dus eigenlijk minder rusttijd neem. Normaal gesproken doe je oefening 1, neem je rust, doe je dezelfde oefening nog een keer en ga je naar de volgende oefening. Maar met supersets dan combineer je 2 oefeningen, die doe je direct achter elkaar en pas daarna neem je even 1 minuut rust bijvoorbeeld. Dus doordat je gewoon in de hele training minder rust neemt, bespaar je natuurlijk ook een hoop tijd. Maar ja, je kan natuurlijk wat lastiger 2 hele zware oefeningen gaan combineren. Want wanneer je eerst een squat doet en je gaat in 1 keer door naar de deadlift, dan kan je al raden dat het niet heel erg goed afloopt. Maar wanneer je bijvoorbeeld een compound start en dat aanvult met een isolatieoefening, wat bijvoorbeeld ook nog een andere spiergroep traint, dan kan die combinatie heel erg goed. Zo heb je bijvoorbeeld dat je een squat zou kunnen afwisselen met een oefening voor buik bijvoorbeeld. Of dat jij een borstspieroefening afwisselt met een oefening voor schouders of voor biceps. Maar doordat je eerst een grotere oefening doet met meer gewicht en een bepaalde spiergroep en dan dat combineert met een lichtere oefening voor een andere spiergroep, dan kan je die 2e oefening nog steeds goed uitvoeren, omdat het niet draait om zoveel mogelijk gewicht verplaatsen. En heb je dat je daarna even je rust kan pakken, zodat je de 1e oefening ook weer goed kan uitvoeren. Je kan natuurlijk ook 2 isolatieoefeningen combineren. Dit doe ik heel vaak wanneer ik mijn armspieren train. Dus een oefening voor biceps en een oefening voor triceps combineren. Omdat de biceps kunnen rusten wanneer je met de triceps bezig bent. En natuurlijk andersom. Dus zo heb je altijd nog wel een vorm van rust. En omdat het niet de zwaarste oefeningen zijn voor je hele lichaam, heb je ook niet heel erg veel hersteltijd tussen de sets door nodig. Dus een paar van mijn persoonlijke favorieten zijn bijvoorbeeld de compound zoals de bench press afwisselen met een side raise. Omdat ik altijd borst en schouders combineer. Maar je zou bijvoorbeeld ook rug kunnen afwisselen met buik of rug met triceps. Vind gewoon een beetje wat combinaties die jij kan doen. En zo kan je heel efficiënt door je training heen gaan. Bijvoorbeeld bij een upper body training focus ik niet op alle 8 of 10 oefeningen te doen. Maar weet ik van oké, ik doe bijvoorbeeld maar 4 combinaties van 2 oefeningen. En dan merk je dat je veel efficiënter door die training heen gaat. En dat je in 1 uur best wel veel oefeningen en sets hebt gedaan. Best wel kapot bent, omdat je ook iets minder rusttijd neemt. Maar toch een stuk sneller klaar bent dan wanneer je alles met meer rusttijd zou nemen. Maar natuurlijk wanneer je de rusttijd wel een beetje beperkt, dan kan het ook een klein beetje je progressie beïnvloeden. Want wanneer jij meer rusttijd neemt, dan is het natuurlijk makkelijker om steeds wat zwaarder te gaan. Dus in plaats van supersets zou je ook paired sets kunnen doen. Dus dat je alsnog 2 oefeningen combineert, maar niet helemaal geen rust ertussen neemt, maar gewoon een korte rust ertussen neemt. Dus dat je bijvoorbeeld 30 seconden rust neemt, dan oefening 1, 30 seconden rust neemt, oefening 2. Dus dan beperk je alsnog een beetje rusttijd en ben je wat efficiënter bezig met je tijd. Maar heb je in ieder geval ook weer niet dat je gewoon helemaal in 1 keer doorgaat, zodat je de 2e oefening toch met iets hogere kwaliteit kan doen. Dus dit kan bijvoorbeeld heel goed wanneer jij wel 2 compounds combineert, bijvoorbeeld een rugoefening en een borstoefening. Dan is het natuurlijk wel ideaal om een beetje rusttijd ertussen te houden. Maar dit zijn in ieder geval wat manieren hoe je best wel snel kan trainen. Binnen 1 uur kan je echt een hele effectieve training doen. Natuurlijk kan je ook de trainingen zelfs nog wat meer inkorten. Dat hangt ook een beetje af van wat jouw doelen zijn en wat jouw plan natuurlijk is. Maar er zijn in ieder geval wat manieren hoe je met minder tijd effectief kan trainen.
En dan zitten we weer op kantoor. En zometeen komt ook een vriend van me langs. Die blijft hier ook even werken. Want die werkt nu, net zoals bijna iedereen, heel erg veel thuis. Dus hij vroeg van, joh, kan ik hier even komen werken? Neem ik lunch mee? Dus ik zeg, nou ja, gratis lunch, lekkere lunch. Ik vind het helemaal prima. Ik heb alleen nog steeds maar één bureau staan. Dus hij zal het met dat kleine tafeltje moeten doen. Maar dat gaan we zo meteen maar bekijken. Ik heb in ieder geval wel een extra lunch. Dus dat is mooi. Nou, Brent is erbij gekomen. En het wordt in ieder geval heel gezellig. Want we zitten met z'n tweeën aan één bureau. Precies 1,5 meter. Dus dat doen we goed. En daarnaast was Brent vergeten dat ik vega was. Dus had hij bijna kip meegenomen. Maar nu heeft hij iets Turks met kaas en spinazie. Dat was een beetje de omschrijving. Dus het ziet er in ieder geval goed uit. Het ruikt lekker. Dus hier gaan we van genieten. Oké, ik moet bekennen. Ik was vandaag aan het werk met Brent in het kantoor. Ik was naar huis gegaan, gegeten. Net nog een call gehad in de avond. En ik was finaal vergeten dat ik nog een video aan het filmen was. Dus ik ben net op de bank geploft. Het is nu 8:30. En ik heb nog even een bakje kwark met een beetje muesli. Ondertussen gaan we even 1 aflevering Friends kijken. Om dan even nog een beetje chill af te sluiten. En toen dacht ik van, shit, ik moet nog de YouTube video afsluiten. Dus hierbij nog even de officiële afsluiting van de video. Maar ik hoop dat je in ieder geval wat aan de tips van de video hebt gehad. Of dat je het gewoon een leuke video vond. Vergeet even een like achter te laten. En de bel te klikken, want dan kan je namelijk een melding krijgen als ik een YouTube video online plaats. En YouTube blijkt dat niet altijd te doen, dus je kan ook de notificatiebel aanklikken. En natuurlijk vergeet niet te abonneren op het kanaal en dan zie ik je in de volgende video.